Oké, goedenavond allemaal, van harte welkom. Jullie hebben al gekeken naar deze tafel, denk ik, hè? Ja. En hij is al behoorlijk gedecoreerd, hè, met allerlei mooie dingen die erop staan. Ik zie daar een kroon staan, de majesteit van koning Jezus. En vanavond gaan we het hebben over aanbidding. Er zijn heel veel mensen die worden boos. Ze zijn boos op de economie. Ze zijn boos op elke situatie die in hun leven gebeurt. Ze zijn boos omdat ze misschien ziek zijn. Maar is het een terechte boosheid? Of is het geen terechte boosheid? Ze zijn vaak boos op God. Ze geven God vaak de schuld van alles wat er gebeurt in hun leven. En dat is vaak een probleem, omdat ze God niet kennen, geven ze hem de schuld. Maar als je God leert kennen en je weet dat hij je vader is, dan weet je ook dat God een hoopvolle toekomst voor jou heeft. Dan weet je dat God het goede met je voor heeft. Want er is maar één gekomen in jouw leven om te stelen en om te slachten en te verdelgen. En dat is de duivel. Dus de duivel die geeft alle problemen aan jou. Die zal jou laten zien dat je tekort hebt in je financiën. Die laat jou in alles een miserabel leven leiden. Maar God is gekomen om jou een leven te geven in overvloed. Amen. Dus God wil dat je overvloedig leven leidt. En als je hem leert kennen, als je papa God persoonlijk leert kennen, dan zul je ook weten dat het zo is. Maar vaak is het probleem, we kunnen God niet. En omdat we God niet kunnen, hebben we vaak dat we blijven aan de onderkant van de samenleving. Maar als je God leert kennen, dan weet je dat hij iets goeds voor jou heeft. Amen. Dan weet je dat hij een overvloedig leven voor je heeft. En dan ga je ook meer God aanbidden. Dan word je blij met God. He, elke dag word ik blijer van hoe God in mijn leven is. En dan kan ik alleen maar zeggen, Vader, dank je wel voor wat u aan het doen bent in mij. Dan gaat iets gebeuren. Kijk, als je een reflector hebt, het is een geweldig mooi ding. Maar het werkt niet zonder licht. Een reflector heeft licht nodig en dan gaat het reflecteren. Nou, als God zijn licht op jou laat schijnen, dan gaat er iets gebeuren. Dan ga je die licht ga je reflecteren en in jouw leven. Dan zal je gaan zien dat God iets positiefs voor jou heeft. Amen. Als je Psalm 118, vers 28, dan zegt de psalmist, u bent mijn God. En ik zal u loven. Hoog zal ik u prijzen, mijn God. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we God aanbidden. Want God is waardig om geaanbidden te worden. Amen. Je mag weten dat God wil zelfs aanbidden worden. Hij wil zelfs de beste plaats hebben. Jullie hebben van de week allemaal gezien, Pek Zwolle, ze werden kampioen. En wat werden al die voetballers, werden ze aanbeden, hè? Allemaal. Maar zo wil God ook aanbeden worden, want hij is al kampioen. Hij heeft het al gedaan voor jou. Amen. Alleen, dat is geweldig, hoe God het doet. God is ook een heilige God, hè. Dus, de ene kant is God je vriend. Is hij jouw vriend? Maar aan de andere kant is God ook een heilige God. Dus je kan niet zomaar even met God omgaan. En dat je denkt van nou, maar hier, vandaag doe ik het een beetje anders als morgen. Nee, God die wil altijd met jou streed zijn. Hij wil heiligheid in je leven. Hij wil laten zien dat hij de prijs voor jou heeft betaald. Geef hem hulde. En heer aan hem. Amen. En God is goed. Ja, we zingen wel eens een lied, ja, God is goed. En hij is goed voor mij. Wanneer kom je erachter, wanneer God goed is?
in de momenten wanneer je pijn hebt, in de momenten dat je verdriet hebt. Want dan laat God zich ook zien aan jou. Want hij wilde jou ondersteunen. Maar ook in de momenten wanneer je gezond bent. Hè? En dan was de tijd ziek. En dan realiseer je eigenlijk zo weinig dat we ons God te weinig danken. Hè? We danken God te weinig. Maar we mogen hem in alles danken. Hè? Ook als je een keer het niet voor de wind gaat. Want dan mag je de Heer danken van Vader, wat gaat het goed. Aanbidding is een belangrijk iets in je leven. Als ik kijk naar Paulus en Silas, ze zitten in de gevangenis. Wat zal jij doen op het moment dat jij in gevangenschap zit? Ga je God aanbidden? Of laat je het afweten? Paulus en Silas, ze zitten daar in die gevangenis en ze gaan de Heer aanbidden. Het gevolg van aanbidding is dat de ketenen worden verbroken en de deuren gaan open. Dus aanbidding is vrijlating in je leven. Dus als je je geknecht voelt, door welke situatie ook heen, dan weet je, ik word geknecht door de duivel. De duivel probeert mij vast te houden. Hij probeert mij zielig te laten zijn. Paulus en Silas die hadden ook kunnen janken. In plaats van een lied te gaan zingen. Maar zij gingen een lied zingen voor koning Jezus. En dat was het gevolg dat er een engel des Heren kwam bij hem om hem vrijlating te geven. Dus wij moeten niet janken, maar we moeten de Heer danken. Amen. En als jij God gaat danken, dan zal je gaan zien wat aanbidding is. Aanbidding is het gevolg van dat God zijn hart wordt geraakt. Vorige keer dat Ilse met mij hier samen stond de lofprijzing daar binnen en dat zij in één keer een ei voelde over haar haar, dat was een engel die haar op dat moment liet zien aan haar dat hij zei van Ilse, ik hou van jou. Ja, dat is aanbidding. God laat zien aan jou dat hij van jou houdt. Hij laat zien dat zijn hart naar je uitgaat. Hij gisteravond met de onweer, dan weet je dat God je beschermt. Dat is aanbidding. Want aanbidding gaat in communicatie. Jij aanbidt God en hij aanbidt jou. Amen. En dan zal je gaan zien dat God iets goeds voor jou heeft. Amen. Het is zelfs een gebod om God te aanbidden. De Bijbel die zegt, heb de Heer uw God lief boven alles. En met geheel je hart, en met geheel je ziel, en met heel je verstand. Dus het is zo belangrijk om God te aanbidden. He, toen op een gegeven moment de Israëlieten om Jericho heen liepen, dat was een vorm van aanbidding. De eerste dag, toen ze eromheen liepen, om die muren van Jericho, het was een aanbidding. De tweede dag, het was een lofprijs. De derde dag, ze kregen misschien last van de benen, maar ze gingen door. En de zevende dag, toen het trompetgejuich begon te klinken, toen raakten ze het hart van God. En toen deed God een wonderbaarlijk iets, want toen liet hij de muren instorten van Jericho. Dus aanbidding verbreekt jukken, maar aanbidding verbreekt ook muren. Nou, misschien heb je wel een muur van financiële probleem in je leven. Ga God alvast danken voordat hij jou schuldvrij gaat maken en geloof daarin. Ja, we moeten daarin geloven. En als je dat gaat doen, dan ga je zien wat God gaat doen voor jou. Amen. We zijn geschapen om God te aanbidden. Ik loop regelmatig door mijn huis heen en dan zeg ik dankjewel Vader. Voor wat u aan het doen bent. U bent zo goed. U bent zo geweldig. En dan vraagt Anna aan mij. Heb je, die zegt, praat je met mij? Ze neemt het hier. Ik dank hem. Ik vertel hem dat ik van hem hou. En ik vertel dat ik niet zoveel wijsheid heb. Maar hij heeft zoveel wijsheid. En dan gaat God die gaat dingen in je leven doen. Dan gaat hij dingen voor jou veranderen.
Dat is de liefde van God, hè, voor jou. Amen. Aanbidding is prijzen met alles wat in jou is. En nooit stoppen. Altijd doorgaan. Amen. Even kijken. We zijn geschapen om God te aanbidden. Weet je dat? Je bent geschapen om van God te houden. Zijn schepsels zijn wij, zegt de Bijbel, om goede werken te doen. En goede werken te doen, dat is aanbidding. Als ik een broodje voor Edna smeer, of een krekkertje, of ik koop lekkere dingen voor haar, dan is dat ook een vorm van aanbidding. Ik aanbid haar dan op dat moment. Als je van iemand houdt, hè, die naast je zit, je durven, je aanbidden. Je kijkt continu naar hem. Oh, wauw, wat ben ik gek op hem. Dat is aanbidding. Gek zijn op God. Gewoon van hem mogen houden, zodat God is. En God is zo groot. Zo ongelooflijk groot. Dat is jouw aanbidding waard. We leven voor hem. We zijn gered door hem. We zijn bevrijd door hem. Halleluja. Als je dat allemaal weet, hè, waarom ben je loven en prijzen? Is aanbidding is waarde toekennen aan God. Nou, dat is zo belangrijk. Ergens waarde aan toekennen. Als je een diamant hebt en hij is klein, dan heeft hij kleine waarde. Maar is hij enorm groot, dan heeft hij een ongelooflijke waarde. En zo is het ook bij God. Die waarde van God is niet in te schatten. Want hij heeft alles gemaakt. Hij is your creator. Hij heeft de hemel, de aarde, heeft hij gemaakt voor jou. Om jou te aanbidden. Om van jou te houden. Amen. Dat is groots. Prijs koning Jezus daarvoor. Ja. Geef God de waardigheid die die waard is. Het gaat dus om God en het gaat niet om jou. Het gaat zo vaak nog om ik, hè? Ja, maar ik heb het zo nodig. Ja, maar ik voel me zo zielig. Ja, er is over mij geroddeld. Ja, en ik voel mij daar zeker niet zo goed door. Het gaat niet om jou. Heb God in de picture. En als je God in het vizier hebt en hij schijnt op jou, dan gaan al die andere dingen die gaan op dat moment als sneeuw voor de zon weg. Al die problemen die gaan weg. Dus meer van God in je leven, meer en meer en meer en meer en ben er van Hans Blauw. God moet groter worden. Hij moet groter worden. En ik mag kleiner worden. En als ik kleiner word, dan wordt God nog groter. En dan ga je, de wow-factor ga je dan krijgen. Wonder op wonder. Overwinning op overwinning. Dan ga je zien dat God het allemaal voor jou doet. Dan gaan mensen, die gaan jou eren. En dan zeggen ze, oh, moet je die vrouw God zien. Moet je die vrouw zien. Ze zat daar. Ze zat misschien wel in de crazy house. En het gekke huis. Maar moet je eens kijken. Ze is nu een dokter. Een dokter in de geleerdheid van God. God heeft haar zoveel wijsheid gegeven. Want het is God die jou dat geeft. Als je kijkt naar Daniel. Omdat Daniel God eerde. Gaf God Daniel zoveel. Zoveel wijsheid. Salomo hetzelfde. Salomo, wat wil je hebben? Dus God kan jou geven. Als je hem eert. En als je hem gaat eren, wauw. Dan zal je zien dat de hemel open gaat. Dan zal je gaan zien dat je mee zal maken een passioneel leven. Een leven waarin je passie hebt voor Jezus. Passie om de dingen te doen die van God zijn.
Dan ga je niet meer kijken naar je hond en je kat of je rat. Maar dan ga je kijken naar Jezus. En dan heb je niet meer zoveel met het aardse. Dan ga je niet meer kijken naar die Bentley of die Ferrari. Nee, want zoek je schat niet hier op aarde. Maar zoek je schat in de hemel. Want hier op aarde zal het roest en motten tombaar maken. Nou, hoe mooi je auto ook is hoor, kijk eens naar 50 jaar. Nou, als hij er dan nog staat, want dan is het één bonk roest. Maar God verroest nooit. En bij God ga je altijd een geweldige shine zien in je leven. En je wordt alleen maar mooier. De relatie met God wordt alleen maar mooier als je ouder gaat worden. Je wordt rijper. Ja, want de Bijbel zegt ook, toen ik een kind was, toen dacht ik als een kind. Maar toen ik volwassen werd, toen dacht ik als een volwassene. Dus wij moeten God op een volwassen wijze, moeten we hem gaan aanbidden. Aanbidding houdt in, is geen gevoel. Aanbidding is geen gevoel. Aanbidding is een bepaalde houding van jouw hart. Het heeft te maken met je hart die gericht is op God. En aanbidding is ook niet hoe je zwaait met je handen. Daar heeft het ook niet mee te maken. Aanbidding heeft ook niet te maken dat je gaat zwaaien met een vlag. Of hoe je gaat dansen. Aanbidding heeft te maken hoe doe je het met je hart. Want we kunnen alles gaan doen voor mensen. Maar we moeten het doen voor God. En als ik dan een lied heb, ik kniel neer en ik beleid. Ik kniel neer voor Koning Jezus. Dan heeft het waarde. Dan zal God zijn hart geraakt worden. En dat wil God ook vandaag. Erna die gaat straks verder met een praktische onderwijs over wat is aanbidding. En ik wil haar op dit ogenblik zo de gelegenheid geven. Maar ik ga afsluiten met een kort gebed. Vader, ik dank u wel dat we aanbidding mogen leren. Maar Vader, aanbidding is ons hele leven lang. U te aanbidden, u te leren kennen, een relatie te hebben met u. Heer, ik dank u wel, vanavond ook Heer, dat we mogen meer leren van aanbidding. Heer, en ik dank u wel, in Jezus' naam. Amen.